Joost Lanshagen van de politie in Nederland, welkom. Dank je. Goed dat je er bent. We gaan meteen verder met die aanrijding in Vleuten. Die was op de Zuiderburgt. We hopen dat deze uitzending een wat duidelijker beeld geeft van die zaak. Ja, dat zou inderdaad heel mooi zijn. Het gebeurde op zondagavond in oktober van het vorige jaar. De vrouw is rond 9:15 dan in haar auto, dat was een Peugeot, onderweg naar een parkeerplaats aan de Zuiderburgt bij winkelcentrum Vleuterweide in Vleuten. Nou, dit is daar de situatie. De vrouw die steekt dan met de auto de busbaan over en vervolgens het fietspad. En dan wil ze rechtsaf het parkeerterrein oprijden. En dan staat rechts op de rand van de stoep een man met een kinderwagen. Nou, de vrouw in de auto heeft voorrang en rijdt dan het parkeerterrein op. Als ze dan uitstapt, ja, dan ziet ze dat de man daar nog steeds staat. Die zwaait dan naar haar. Ze denkt dan dat hij misschien hulp nodig heeft of iets dergelijks. Ze loopt naar de man toe. En de man die vraagt dan aan haar of zij de bestuurder van de Peugeot is. Ze bevestigt dat. Ja, en dan zegt de man dat zij hem heeft aangereden. Maar daar heeft ze helemaal niks van gemerkt. Nee, en veel kansen om te reageren, ja, heeft ze ook niet. Man die reageert dan heel agressief, grijpt haar direct naar de keel en probeert die ook dicht te knijpen. Jeetje mina, maar ze reageert snel. Ja, ze pakt dan in een split second haar telefoon. Ze filmt de man dan. Dat korte filmpje dat laten we zo direct zien. Ja, we zijn natuurlijk op zoek naar deze buitengewoon agressieve man. Hè? Ofwel, hij reageert in ieder geval heel agressief. Ja. Ja, we willen natuurlijk heel graag weten waarom dat is. En we willen heel graag weten waarom hij denkt dat de vrouw hem heeft aangereden. Nou, we kunnen op deze manier hopelijk een duidelijker beeld krijgen van wat daar nou precies gebeurd is. Ja. En dat is ook de reden waarom we de man nu nog geblurred hebben getoond. Oké, okay. Het is een kort fragment. Dus let goed op. Van jou. Hup. Ja, ik geef nog even een korte beschrijving van deze man. Deze man heeft een licht getinte huid. Hij is kaal, heeft een ringbaardje en hij draagt een bril. En ik hoop dat deze man zich natuurlijk herkent en zich bij ons komt melden. Zeker. Ben jij dit of weet je misschien over wie dit gaat? Bel dan met een van de gratis tipnummers 0800 60 70 of anoniem 0800 7000.